Het is 3 mei. We vieren vandaag de verjaardag van het Gelders parlement. We gaan wel terug naar de middeleeuwen, naar 3 mei 1418. Precies hier, op de markt in Arnhem, is het een drukte van belang. Burgers uit heel Gelderland verzamelen zich. Ze komen uit Nijmegen en Zutphen, uit Harderwijk, uit Zaltbommel, uit Groenlo. En ook ridders uit het hele hertogdom Gelre verzamelen zich hier in Arnhem. Want wat is er aan de hand? De hertog van Gelre dreigt kinderloos te sterven. En dat is een ramp voor ons vaderland. Wie wordt de nieuwe vorst? Volgens de middeleeuwse traditie mag de Duitse keizer de opvolging kiezen. Maar wat willen we zelf? Wie willen we die ons regeert? Zo'n man ver weg in Duitsland of kiezen we zelf? De ridders en de steden die weten het antwoord wel. Zij verzamelen zich hier en kiezen onze eigen hertog. Eendrachtig en gezamenlijk. In andere landen waren bloedige burgeroorlogen uitgebroken over de vraag wie de nieuwe vorst mocht worden. En dat was ook een paar decennia eerder in Gelderland gebeurd. De burgeroorlog stortte het hertogdom Gelre in diepe ellende. Dat wilden de burgers en de ridders van Gelre deze keer voorkomen. Ze houden van Gelderland. Samen zouden ze een nieuwe hertog kiezen en vervolgens blijven samenkomen om deze hertog en zijn regering te controleren. Macht en tegenmacht. En daarmee is op 3 mei 1418 het zaadje voor de Gelderse democratie geplant. De inwoners van het hertogdom Gelre kwamen dus al 600 jaar geleden samen om een nieuwe hertog te kiezen. De steden en ridders maakten ook afspraken om voortaan gezamenlijk het hertogdom te besturen. En deze actes liggen in het archief van Zutphen en zijn dus de oprichtingsactes van de provinciale staten in Gelre. Wat zijn dit? Dit zijn de verbondsbrieven uit 1418 en dit is eigenlijk de basis van de Gelderse staten. Van het Gelderse parlement? Ja. Hierin hebben eigenlijk de steden en de ridderschap van Gelre elkaar voor het eerst echt beloofd dat ze zeiden, we houden de land Gelre bij elkaar. Hier zien we de verbondsbrief getekend door de steden van het Overkwartier, hier van de Veluwe, hier van Nijmegen. Hè. Je ziet hier bijvoorbeeld niet alleen de hoofdstad Roermond, maar ook Gelden en Goch. Hier naast Arnhem zie je hieronder ook nog Harderwijk en Elburg, Zaltbommel, Graven. En er zijn zelfs later nog mensen geweest, hè? Bijvoorbeeld hier Pelgrim van Putten. Die heeft gezegd, nog aan het einde, ik doe ook mee. Ik doe ook mee, ja. Dit is eigenlijk heel modern. Ja, wat je hier feitelijk in de notendop ziet, is het begin van een parlementaire monarchie. Ja, want ze kiezen, we, de steden, de ridders, we kiezen onze eigen hertog. Als je geen kinderen kan krijgen, kiezen wij hem wel. We blijven bij elkaar, we kiezen er wel één. En wat bovendien heel belangrijk was, vanaf nu ligt ook vast, wij gaan die hertog ook gewoon controleren. Toen de hertog 5 jaar na 3 mei 1418 overleed, kozen de steden en de ridders deze jonge man als hun nieuwe hertog. De hertog is dood, leve de hertog! Hij heette Arnold van Egmond en in de 120 jaar die volgden kozen de steden en de ridders nog 3 keer hun eigen hertog. Gezamenlijk en eendrachtelijk. In de eeuwen die volgen blijven de Gelderse burgers en ridders samenkomen. Ook als Gelderland haar zelfstandigheid verliest en een provincie van Nederland wordt. Langzaamaan ontstaat er een moderne parlement. Steeds meer Gelderse burgers doen mee aan verkiezingen. En sinds 1919 mogen alle volwassen mannen en vrouwen stemmen voor het Gelderse parlement. Democratie is een lange Europese ontwikkeling. Die kregen we niet cadeau van de Amerikanen en de Canadezen op 5 mei 1945. Onze Gelderse voorouders hebben eeuwenlang hard gewerkt en gestreden voor medezeggenschap in de regering. Zij wisten dat ieder goed bestuur bestaat uit macht en tegenmacht.
daar kunnen sommige ministers uit het kabinet Rutte 3 nog wat van leren. Ja, de democratie is nooit klaar. Het verhaal is nooit af. We moeten blijven werken aan onze democratische ontwikkeling. Gezamenlijk en eendrachtig. Laten we een voorbeeld nemen aan onze Gelderse voorouders die al 600 jaar geleden pioniers waren op de weg naar democratie. Dat herdenken en vieren we op 3 mei. De verjaardag van het Gelders parlement. Gelre! Biertje. Nu gaan we eindelijk het een beetje echt vieren. Kom mee jongens. Wat gedoe.